Goedemiddag dames. Zijn jullie al langs de BIEB geweest? Ja, wie wel? Ik ga straks. Jij gaat straks? Ah, top. Jeroen van Houten, leerkracht en een van de twee boekendokters van Ten Doorn, probeert de leerlingen warm te maken voor de nieuwe schoolbiep. Als je 4 boeken ontleent dit jaar, dan krijg je een geschenk van ons. De bieb bevindt zich in een gebouw midden op het schooldomein. We hebben 1500 boeken in totaal. Die stonden eigenlijk overal een beetje op de school verspreid. Maar we hebben ervoor gekozen om ze centraal te zetten in een ruimte die enerzijds verankerd is met het verleden. Dit is een van de oudste gebouwen van de school. En we hebben ze proberen te pimpen en hip en cool te maken voor jongeren, zodanig dat ze hier langer blijven lezen, zeg maar. Ik heb een jeugdboek nodig. Een jeugdboek? En welk jaar zit je? Eerste middelbaar. Eerste middelbaar? Ja. Kom, ik kan jullie meenemen. Ik denk dat het beter is dat je hier eens gaat kijken. En wat lees je graag? Spannende verhalen. Spannende verhalen. Ook spannende verhalen. Ja. Oké, ik zal eens kijken. Dat is een ouder verhaal. Ik denk dat dit wel behoorlijk spannend kan zijn. Broederband, ken je dat? De bibliotheek bestaat uit verschillende ruimtes, zodat ze zich even kunnen terugtrekken om op hun gemak te lezen. Het meest intieme plekje van onze bibliotheek, dat is een heel klein hoekje waar je ook kunt lezen. Voilà. Hier kunnen leerlingen ook in alle rust lezen. En wie niet ter plekke wil lezen, kan ook een boek uitlenen via de boekenkastjes. We hebben 6 boekenkastjes geïnstalleerd op onze school, omdat we denken dat zichtbaarheid zeer belangrijk is in leesbevordering. Ze kunnen een boek nemen, eentje terugzetten of meenemen naar huis en later terugzetten. Ze doen er hier dus echt alles aan om hun leerlingen meer te doen lezen. Studies wezen uit dat er minder gelezen wordt en minder graag gelezen wordt. Maar ik heb wel de indruk dat dat stilaan aan het veranderen is. En wij proberen die verandering, die leesbevordering, mee in de hand te werken door allerlei acties. Want hoe beter je leest, hoe beter je cijfers zijn op school. Dat is ook al voldoende bewezen. De grootste fans van de BIEB zijn Nieke en Ina. Zij gaan de BIEB ook af en toe openhouden. Het zijn leesfanaten, maar ze merken dat de BIEB ook bij hun klasgenoten in de smaak valt. We zien wel, er is al veel volk op afgekomen, of ook met de klassen ga je er naartoe. En dan zie je toch wel dat er leerlingen zijn die zeggen van, oh, het is hier eigenlijk echt gezellig. Misschien toch een keer meer langskomen.